Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik sta in mijn badkamer, inderdaad. Ja, dat is de douche. En zeker. Maar mensen, wat mijn idee dus is, is dat ik mijn haar even ga doen. Dus dat is super leuk, dat laat ik even dan zien. Alleen, ik denk dat mijn haar nog te nat is. Maar we gaan het gewoon doen. Nou, wat ik altijd eigenlijk heb, is gewoon potten gel. Dit is van Kappers in Dubai. Trouwens, ik heb postjes heb ik staan op Facebook en Instagram. Check even die post. Want weet dat, je kan daar dus heen gaan. En dan kan je deze gelpotten kopen. Super goed natuurlijk. Ik ga niet meer reclame maken. Dat is helemaal niet nodig. Trouwens, kijk even in de beschrijving. Daar staat het. De website. Maar mensen, je doet gewoon een beetje op je hand. Ja, dat is wel een soort van. Ik zette mijn. Hoe heet dat? Mijn ring zet ik even daar neer. Je doet het gewoon een soort van op je hand. Ja, dat is misschien wel een beetje logisch natuurlijk. Als je gel in je haar gaat doen. Maar nog steeds even een beetje goed uitleggen. Dat mensen ook nog denken van. Hey, dat ga ik ook doen. Maar mensen, ik heb zeg maar deze haarstijl heb ik van Kappers in Dubai. Dus als je die ook wil, ga daar naartoe. En kan je je eigen kapsel creëren ofzo. Maar mensen, ik ga altijd maar een beetje zo naar achter. Want ik weet nooit hoe dat moet en shit, hoe je dat echt goed moet doen. Maar ja, het ziet er altijd wel gewoon lekker pro uit. Dus dan ga ik altijd een beetje zo. Een beetje ja, gewoon een beetje, wel een beetje een soort van zo. Met mijn hoofd. Ja, misschien ziet het er raar uit mensen, maar geloof me, het wordt echt een kapsel dat je denkt van, hey, dat is wel leuk of zo, denk ik. Nou, dit is dus dan zeg maar het resultaat die ik dan heb gemaakt met de wax. Maar, dan zou je denken, oh, je bent alweer klaar. Nee mensen, ik ben nog niet klaar. Wacht even. Die daar neer, doe ik altijd even mijn handen wassen. Eerlijk, ziet er wel gewoon lauw uit, toch mensen? Ja, man. En dan gaan we naar de volgende gelpot. En denk van, oh, wow, jij doet fucking veel gel. Jongens, wacht even, alsjeblieft. Je hoeft niet gelijk dingen te denken. En ja, ik heb zeg maar deze, de Taft. Van, hoe noem je het? Max Power, weet ik veel wat dat is. Maar ik smeer dat ook altijd in mijn haar. En ik doe daar altijd minder van. Dus echt dit. Ja, wel een klein beetje meer. Dit zo. Dat doe ik dan. En dan leg ik die ook even terug. Zo. En dan is het hetzelfde inderdaad. Een beetje draperen op je handen. En dan een beetje naar achter. En als je dat dan gedaan hebt, dan moet het een soort van, ja, hoe noem je het? Een coole stijl worden. Maar ik weet niet of ik het goed doe. Maar ja, mensen, kijk. Dit is dan een beetje het resultaat. En dan moet het opdrogen. En dan moet het cool worden. Ja, nou ik weet het niet mensen. Maar ja, dan weten jullie dat mensen. En dit is de haarstijl. Ja, ik kan het misschien nog even goed filmen. Zo, ja dat is het. Nou, ik ga weer verder. Later. Mensen, Martijn had gebeld en die zei van, yo, ik ga heel even eerst naar Rotterdam. En dan ga ik zeg maar naar Bergsnoek met jou chillen. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Ik moet wel wat eten, dus we gaan even naar beneden. Want ja, ik moet wel gewoon eten. En dat doet elk mens wel. En ik had iets gezien op internet van Valerio Zeno. Die zat bij, hoe heet dat? Die zat bij RTL Late Night of zo, geloof ik. En ze zeggen als je 70% eten doet, dus dat moet je dan wel goed, hoe heet dat, moet je wel goed in zo'n bekertje doen, maar dat je dan gewoon een soort van meer dan 100 kan worden. Iemand is zelfs, iemand is zelfs een beetje over de 100 geworden. Dus dat is wel heel cool. Ik geloof nu 150 of zo. Maar dat die mensen bestaan blijkbaar. Want dat stond bij RTL. En Valerio Zeno heeft dat dus ook echt gezien. Dat als je dat doet. Als je levensstijl zo goed met eten doet. Dat je gewoon fucking 150 kan worden. Nou, ik kan het niet meer. Want ik rook als een gek. Dus ja, ik ga sowieso dood mensen. We gaan even in de koelkast kijken. Ja, ik zat te denken aan een lekker HEMA-worstje. Dus mensen, lekker.
Ja, en als je mijn haarstijl doet, dan krijg je altijd wel gel hier. Dus dan moet je dan even gewoon een beetje wegvegen of zo. Maar ik ga even die heenhangersjes pakken. Ik vind dat wel zeer goeie. What? What the kid? Oh. Hij deed even, dus zeg maar zo'n glazen wasser. En die deed even van, yo, ik ben klaar. En hij loopt ook gewoon weg zonder te kijken. En ik, shit man, die zit te filmen. Maar kijk, dit is het. Dit zijn die HEMA holdocs. Ik zit zo te kijken, het is een kit. Oh, die? Fucking nou, zullen we er eentje maken? Ik ga er wel twee maken hoor. Fucking lekker man, bro. Je kent het wel, toen je klein was, ging je met je ouders een holdoc halen bij de HEMA. Pat! Okay. Echt super lekker. En ik ga het gewoon even open knippen. Ik weet of, niet trouwens, ik moet wel even een soort van filmen dat ik het open knip. Want dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Nou, daar gaat hij dan. Dit is dan de kit, zeg maar. En dan moet ik een soort van zo. Open maken. En dan, wayo. Kijk, die broodjes. Ik weet eigenlijk niet hoe je het moet doen, trouwens. Maar we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Hup. Dat open. Woldy. Ja, mensen. Dit is dan het broodje. En hier zitten dan die worsten in. Dus wat ik ga doen, is er zitten drie... Even kijken, vier in. Dus ik ga er gewoon eentje maken. Want ja, anders gaan mijn vader en moeder zeggen dat ik zo, noem dat, egoïstisch ben en zo. Dus hup. Ik weet wat ik moet doen, denk ik. Deze moet in de oven. Dus dat gaan we doen. En deze moet dan in een soort van schaaltje met warm heet water. Dat gaan we doen, mensen. Superleuk. Man, en als je bezig bent, moet je wel even opruimen. Dus 1, 2, 3. Gaat hij weer in de koelkast. Ja, hier lachen. Oh, ik vind het wel lekker man bro. Even worstje toch. Even helemaal worst. Oh shit, deze moet er ook in. Wacht even. Ja man, die was ik vergeten. Jongens, ik was het vergeten. Kutsver. Even kijken. Ik moet even kijken hoe dat... hoe noem je dat? Hoe ik die broodjes moet gaan doen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik moet gewoon denk ik eerst kokend heet water pakken. En dan moet ik denk ik dat erin doen. Dus dat gaan we even doen mensen. Ik was aan het koken en dan komt Martijn opeens. Gaan we samen met Martijn holdops maken. Dat is helemaal leuk. Martijn. Klerenleier. Kom. Ik was holdops aan het maken man. Je was holdops aan het maken? Ja, met de camera. Met dus de camera. Kom binnen. Oh shit. Wil je ook een holdop? Ja. Een HEMA holdop hè? Zo. Ja man bro. Fucking lekker. Kijk. Alleen ik zit zo te kijken hoe ik dat moet maken, maar je maakt niet uit. Moet je wel af, hè, plastic. Ja, nee, maar hij moet toch in kokend heet water pikken? Ja. Ja. Het broodje niet. Nee, het broodje niet. Het moet in de oven, denk ik. We gaan het helemaal maken. Komt goed. Even kijken. Je kunt in heet water. Ja, blijkbaar wel. Waar heb je dat vandaan? Ja, weet ik ook niet. Ja, even, ik zet jullie even uit. Dus. Oké, mensen, ik ben echt 10 seconden lang waard. Deze moet in die oven. En die moeten dan straks, moet daar water in, maar ik weet niet zeker. Maar we gaan het gewoon proberen. Kook dit water. Even kijken of het oventje goed gaat. Ja, ik weet niet, ik weet nog niet of het in een magnetron kan. Moet je me geen ene flikker. Oh, hoe moet die aan? 2. Kinker. Ja. Zet de camera uit. Wacht even. Wacht even. Zeg maar even dat hij moet wachten. Zeg maar even dat ik in die natuurlijke habitat zit nu. Maar oké. Mensen. Als de heet koker kookt, dan ga ik dat erin gooien. Zie ik jullie zo. Oké mensen. Ik heb nu zeg maar het hete water heb ik over de worstjes in gedaan. Alleen ik weet echt niet, mijn god, het is vast heel makkelijk, maar ik zit echt te denken van hoe moet ik dit doen. We gaan dit gewoon warm maken. We gaan gewoon... Hij is nog steeds over het vloggen. Maar ja, dat dus. Ja Martijn, dat zie je goed. Ik ben nog steeds aan het vloggen. Dat zie jij goed. Maar we gaan die broodjes even erop zetten. Oh, ik doe gewoon een karate trap op mijn kast.
gaat hij. Nou. Zo. Hop. Ik zet het nu. Doe ik het erin. Overdicht. En kijken of hij het over. Pff. Nou, ik denk zoiets. Ik weet nog niet eens of dit moet, maar ja. We doen maar wat. En ik weet niet hoe lang die worstjes erin moeten, maar het is echt kokend heet ook gewoon, hè. Jezus. Nou. Ja, maar Martijn, je moet toch een beetje uitleggen allemaal alles. Als je het uit een waterkoker inschenkt, Arthur. Dan is het kokend heet. Dan is het kokend water. Ja, ja, dat weet ik. Ja. Maar dat is gewoon even voor de kijkers zelf, dat zij ook een soort van voelen van, hé, het is kokend heet. Oh ja, ze voelen het ook. Ja. Zoals als jij staat, dan voelen zij dat ook. Ja. Ja. Dat is wel de bedoeling van vloggen. Maar... Nee, maar mensen, even zonder dolle. Dit is gewoon die lekkere saus die je dan vroeger in je roddel kreeg. Man. Lekker. Nou ja, ik vlog weer als ik klaar ben met dit wachten. Oké, mensen. We hebben nu zeg maar de broodjes warm gemaakt. En ja, ik blijf gewoon lekker vloggen hoor, boeit me niet. Oh, oké, ja door. Maar weet dat, de worstjes die zien er, ja, ik weet niet hoe die eruit zien. Arthur, staat op het pak dat die fucking broodjes 10 minuten of 5 minuten in de oven moeten. Niet 1 minuut. Ja, maar dit is echt een hele... Ze moeten ook niet 3 minuten in kokend water. Dit is ook wel echt een hele coole oven die ik heb, hè. Die kan dat gewoon aan. Arthur, zijn die broodjes nou een beetje zacht? Ja. Ja, je hebt het in de magnetron gestopt. De oven is dat is toch lekker, eerlijk. Dat is gewoon goeie. Ja, oké. Okay. Maar ik heb nu zeg maar de worstjes en de broodjes en ik ga het nu klaarmaken en dan gaan we eten. Dat weet ik. Stabiel allemaal. Maar jongens, oké. Okay. Wat je dan gaat doen, ik doe maar wat hè mensen, het is niet dat ik kookkunst heb en shit. Maar ja, boeit niet. Dan moet je zeg maar dit spul, moet je hierin doen. Ik heb geen idee hoe. Zo. En dan doe je zo. Ik weet nog niet eens of ik goed doe man, wow. Nou ja. En als je dat gedaan hebt. Flap. Ja hoor. Eerste worstenbroodje. Ja toch. Dat wil je nu aan Martijn geven. Het is ook holdok. Nou Martijn. Wat die ga je nu aan mij geven. Die ga ik aan jou geven. En dan moet jij zeggen of ik het een beetje goed gedaan heb met de magnetron. Ja. Oké, ja toch. Ja toch. Het is wel gewoon lekker man. Alleen, ik had het denk ik wel in de oven moeten doen. Want het is niet zo'n knapperig broodje, het is echt zo'n taai broodje. Maar ja. Maar je toch maar moeten luisteren naar mij. Mm-hmm. Nou, oké, nou. Nieuwe mensen. Fuck ja. Maar ik ga weer. Later.